Jouw archief direct digitaal toegankelijk? GMS maakt dit mogelijk in allerlei soorten en maten. Het digitaliseringsproces bestaat uit een aantal facetten. Voorafgaand aan het project vindt een startgesprek plaats om uw wensen en verwachtingen af te stemmen met de mogelijkheden die GMS kan bieden. Vanuit GMS is er één aanspreekpunt gedurende het project. GMS heeft een eigen platform ontwikkeld, genaamd LiveTrace, waarmee 24/7 inzage mogelijk is in de voortgang van het gehele project. GMS garandeert veilig en secuur transport. Het transport gebeurt zonder tussenstop en de transportbus wordt onderweg niet verlaten. De transportbus is geïsoleerd en voorzien van een klimaatbeheersysteem om de archieven op een juiste en consistente temperatuur te vervoeren. Na aankomst wordt het archief ingeklaard in het archiefdepot van GMS. De ruimte is voorzien van een scala aan beveiligingsmaatregelen tegen inbraak, brand en waterschade. Tevens is het archiefdepot voorzien van klimaatbeheersing. Voorbewerking van het archief kan noodzakelijk zijn wanneer materialen worden verwerkt door een doorvoerscanner. Bij voorbewerking kunt u onder andere denken aan het verwijderen van hecht- en bindmiddelen, zoals nietjes, paperclips en zippels. Tevens kan GMS automatisch structuur genereren in uw digitale dossier. Dit wordt gedaan door het invoegen van barcodevellen. Zowel de voorbewerking als scanning van archiefcollecties gebeurt door andere medewerkers. Hiermee borgt GMS een werkwijze conform het vier-ogen-principe. Iedere medewerker van een deelproces voert een controle uit op de werkzaamheden die eerder in het proces door een andere medewerker zijn uitgevoerd. GMS heeft de ISO 27001-certificering. Concreet betekent dit voor u dat in alle processen en op alle mogelijke facetten de informatieveiligheid is geborgd, zowel op fysiek als op digitaal gebied. Om ervoor te zorgen dat het archief ook ten tijde van de uithuizigheid beschikbaar is voor de klant, biedt GMS de mogelijkheid om een deel van het archief op te vragen. Na het scannen zorgen de data-engineers voor de nabewerking van de bestanden, om het gewenste eindresultaat te realiseren. Afhankelijk van uw wensen worden er verschillende stappen uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan het doorzoekbaar maken van de bestanden door middel van OCR-software. Door het naamgeven van de bestanden en het toevoegen van metadata kunnen de bestanden gemakkelijker gevonden worden. GMS retourneert de digitale bestanden in combinatie met de fysieke originele. U kunt ervoor kiezen om de bestanden te ontvangen op een externe harde schijf of via de FTP-server van GMS. Indien gewenst is opslag van het materiaal of vernietigen ervan ook mogelijk. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 031-78-693-1300 of e-mailadres info@gmsnl.com.